Hier zie je hoe je zonder producten dus droog snijdt. Kijk om te beginnen hoe je een mes vasthoudt. Je houdt een mes vast zoals je iemand een hand geeft. Dat is een stevige greep waardoor je een goede houding aanneemt. Neem het mes niet zo vast. Dat zie je dikwijls, maar dan krijg je een krampachtige houding. Het is ook erg belangrijk om dus niet zo of zo voor een snijplank te gaan staan. Je moet als je gaat snijden recht voor je snijplank staan. Zorg dat je je handen op deze manier kan houden. Dat de werkbank niet te hoog, maar ook niet te laag is. Zorg dat je recht voor het product staat. Je schouders achteruit en sta stevig op je twee benen. Mensen die met een groot mes leren snijden, zijn dikwijls bang voor het mes en bang om hun vingers te verliezen. Met de helpende hand maak je een kattenklauw. Dat wil zeggen met de nagels naar achter. De middenvinger zet je verticaal. Pink en duim staan achter de drie andere vingers. Deze stand is essentieel om veilig te snijden. Het mes hou je tegen je middenvinger aan. Zo heb je controle over je mes. Als je je vinger niet tegen je mes aanhoudt, dan snij je maar wat en is het gevaar groot dat je in je vinger snijdt. Dus je middenvinger houd je altijd tegen je mes. De andere vingers achter die middenvinger. Pink en duim houden het product vast. Kijk nu naar de beweging van het snijden. Het is een bolmes, dus je laat het mes van het punt tot het einde over de snijplank glijden. Je ziet hoe mijn middenvinger het mes wegdrukt en hoe de andere vingers achter die middenvinger blijven. Met het mes druk je tegen die middenvinger. Zo ontstaat een goede spanning tussen je linker en rechterhand. Op die manier kan je nooit in je vingers snijden. De spanning tussen je twee handen bepaalt ook hoe dik of hoe dun je snijdt. Ga je snel achteruit met de helpende hand, dan snijd je grote stukken. Ga je traag achteruit, dus met een grotere spanning tussen je twee handen, dan snijd je het product in fijnere stukjes. Hou je mes stevig vast. Met de helpende hand maak je een kattenklauw. Je middenvinger duw je tegen het mes aan. Met pink en duim hou je het product vast. Bij het snijden laat je het mes van het punt tot het einde over de snijplank glijden. Ga je snel achteruit met je helpende hand, dan snijd je dikkere stukken. Ga je traag achteruit, dan snijd je fijn.